Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Nou, hier gaat het best wel lekker hoor. Ik zal je vertellen, ik liep van de week dus met een doos boodschappen naar huis. En helemaal in gedachten verzonken. En dan lopen er twee keeltjes achter mij en die beginnen opeens te schreeuwen. Die schreeuwen keihard in mijn oor. Wat zit er onder een doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik flikkerde bijna die doos in mijn handen. Maar wel leuk, hè? Ik heb dus kijkers. Maar wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even kijken. Ah, noedeltjes. Ja, dat heb ik vaker gereviewd. Maar de ene noedel is de ander niet. Even kijken, we hebben hier potnoedel. Hartstikke leuk. Sweet and sour flavor 1. We hebben Bombay Bad Boy. Ach, daar brand ik mijn kanus aan. Dan hebben we hier beef en tomato. Dat zal ook wel bloedheet zijn, want ik zie er allemaal verschrikkelijke vlammen uit een stier komen. En dan hebben we hier, hartstikke leuk, de original curry. Voor onze vrienden uit India. Hoe leuk is dit? Lekker multiculti, lekker divers en vooral heel inclusief. Goed, ik heb nog steeds geen waterkoker, dus ik ga maar weer een pannetje op het vuur zetten. Het wordt wel tijd voor een waterkoker, dat geef ik eerlijk toe. Pannetje op het vuur, dat deed mijn oma niet eens. Nou ja, daar gaan we. Enfin, zeggen ze in Frankrijk. Pannetje kokend water en furkie. We kunnen beginnen. Eerst even kijken hoe we het moeten doen. We beginnen wel even de curry te vullen. Wat staat er op het doosje? Oh, het is geen doosje, het is een kommetje. Ik moet er water bij gooien tot het streepje. Dan nog een zakje erbij. Dicht doen. Wat een gedoe allemaal. Nou. Oh ja, kijk. Er zit dus een zakje in. Er zit allemaal meuk in. Dan moet ik dus water erbij gooien tot een streepje. En het eerste wat ik dus niet zie is een streepje. Waar zit dat streepje dan? Oh, er zit geen streepje in. Ik zie het nu. Ja, komt ie. De eerste. Ja. Ach, jezus, alles lekt weer. Ik denk dus serieus dat als je een waterkoker hebt, dat je dit gezeik dus niet meer hebt met dat gelek. Enfin, oh, nou, wat moet ik doen? Tot het streepje en dan... Oh, 2 minuten moet dit erop. Nou, dat moet bij de rest dan ook. Ach, scheur ik het dekseltje kapot en die moet er dan weer op. Nou ja. Hier, zo. Wat een gedoe. Weer lekker, volledige lekkage weer. Auw. Oh, scheur ik weer dat dekseltje er kapot. Doe er dan een goed dekseltje op, zeg. Zo. Ja, ook tot een streepje. En dan deze. Ach, hemeltje, heb ik nou tekort water? Nee, net genoeg water. Oh, op z'n reet. En dan moeten we 2 minuten wachten. Nou, je wilt het niet geloven, dan doe je dus het dekseltje open. Dan gooi je dus het zakje erbij met het met een sappie, met een sausje, weet ik veel, met een olietje. Ik weet toch niet wat erin zit. In dit geval een... Gadverdikke. Een soort behanglijm. Dan roer je het even door. Zo. Appetee. Zo. Archikidee. Ja. En dan denk je, mooi, gaan we eten? Nee, weer dicht. Moet weer 2 minuten rusten. Ik vind het nou al langdradig en vervelend product. Ja, die gooi ik ernaast. Ik gooi de ketchup er even naast. Goed, toch nog een beetje erin. Ook hartstikke leuk. Ja. En verroeren. Ja, er is nog 1 grote bonk. Dekseltje erop. En dan kan ik verdomme weer 2 minuten wachten. Ik had in de tussentijd al zelf gewoon een currytje kunnen maken. Maar goed, we doen het maar weer. Weer even 2 minuten wachten. Ja. Mooi, ik ben er wel klaar mee. We gaan even proberen. Godsamme kraken, wat duurt dat lang allemaal. We beginnen bij de curry. En die is dus zo geworden. Ja, het is dus wel minder vloeibaar geworden dan ik dacht. Het ruikt naar curry.
Er zitten ook nog doperwten in om het een beetje gezond te maken. We gaan het gewoon proberen. Heb ik er trek in? Nee. Waarom? Omdat het hartstikke vroeg is. Ik zit niet 's morgens te wachten op currynoedels. God, wat heet. Oh. De currynoedels. Heb je nou mijn lip, joh? Heb je nou gewoon mijn lip verbrand? De currynoedels die smaken naar curry. Heel licht. Zelfs curry meestal naar curry smaakt. Lekker. Nee, want het smaakt eigenlijk helemaal naar niks. Heel dicht in de verte. Heel ver weg. Curry. De noedels, die lijken wel van bordkarton. Nou, een verdwaalde dopert maak je me ook niet echt heel erg warm mee. Smakeloos, saai, geen moer aan. Op naar de volgende. De volgende is sweet en sour. Nou, daar kan je ook alle kanten mee op. Het is ongelooflijk. Maar hier hebben ze toch ook een dopert in weten te gooien. Hoe ziet het eruit? Nou zo. Ziet het er lekker uit, Jan? Ik weet het niet of dit er lekker uitziet. Ik heb wel eens andere dingen gezien die er lekkerder uitzien. Maar sweet en sour, wat is dat voor een smaak? Ik bedoel, curry snap ik, hè? En Bombay Bad Boy snap ik, en tomato en beefers die snap ik. Maar sweet en sour, dus dat is toch helemaal geen smaak. Nou, kijk. Eén grote drap met slierten. Met één dopper erin. Sweet en sour. Dit smaakt. Helemaal naar niks. Er zit ook echt alleen maar slierten in. En nog één dopper. Die nog hard is. Waar dus de curry ergens ver weg een curry smaak had, is dit dus sweet en sour. Zuur en zoet. Het is het eigenlijk allebei niet. Het is eigenlijk gewoon, we zouden het beter smerig kunnen noemen. Dan was het gelukt. Ja, de Bombay Bad Boy, die gaat mij niet teleurstellen. Die zit ook helemaal mokervol vol met mais en erwten. Die waren dus blijkbaar over toen ze de Bombay gingen maken. Deze erwt is ook niet meer keiterhard. Maar ja, hier zit natuurlijk peper in. Dus ik doe hem in mijn mond. Ik ga gillen en dan hebben we dat ook weer gehad. Ja hoor. Een momentje. Dit komt dan uit Engeland, hè, dat potnoedel. Hartstikke leuk. Wat ik me dan afvraag, hè. Dan heb je dus een fabriek met noedels. Kan. En dan zeg je tegen elkaar, weet je wat we doen? We zorgen dat het helemaal nergens naar smaakt. De curry. Heel ver curry. De sweet en sour. Gewoon eigenlijk gewoon niks. En weet je wat we doen in de Bombay Bad Boy? Dan mieten we er zoveel peper in dat ze niet proeven dat het voor de rest nergens over gaat. Deze hele bak met noedels en mais heeft één smaak. Verschrikkelijk heet. Ik kan wel huilen. Het is verdrietig. Het is niet lekker. Het is verschrikkelijk. Ach, nee, dit ziet er wel lekker uit. Hier, een bak met wormen. Beef tomato. Ja, laten we eerlijk zijn. Ze dachten, we moeten nog één smaakje doen. En toen zei iemand, goh, we hebben nog tomaat over. En een beetje runderbouillon. Nou, deze slierten die zien er zo verschrikkelijk wit uit. Dat ik me afvraag of er überhaupt smaak in zit. En het antwoord daarop is. Nee, maar dit smaakt echt helemaal niks. Het ziet eruit als smakeloze bende. En ik zal je vertellen, dat klopt. Ik begon nogal cynisch met de curry die niet helemaal naar curry smaakte. Maar eigenlijk is het wel de noedel, potnoedel, die in de buurt komt van wat er op het bakkie staat. Ben ik tevreden over deze review? Nee, en het lag niet aan mij, dat lag aan de producten. Ach, met je waardeloze troep uit Engeland. Enfin, wel de cijfertjes. Als jij dan toch een pot met noedels maakt, laat het dan ergens naar proeven. Deze krijgt een 2. De sweet en sour smaakt in de verste verte eigenlijk naar niks. Maar vergeleken met deze kom je toch ergens een verdwaalde zure en zoete smaak tegen. En is dat dan nodig om noedels zuur en zoet te maken? Nee, dat is niet nodig.
Weet je waarom niet? Omdat het niet tevreden is. Die krijgt een 3. De Bombay Bad Boy. Oh, wat leuk bedacht. Is alleen maar heet. Smaakt naar niks. Alleen maar je brandt je bek eraan. Heb ik zin om dan 5,5 minuten naar de ongaren noedels te zitten kijken tot ik ze eindelijk erop eten. En dan na één hap denken, dit had ik niet moeten doen. Nee, dat duurt er te lang voor. Deze krijgt ook een 3. De curry, en dat is misschien wel heel verrassend. De curry smaakt ergens wel naar curry. En dat is een lekkere smaak. Ik ben gek op curry's. Deze, die krijgt ondanks mijn ontzettende hekel aan noedels. Ondanks dat het veel te lang duurt voordat je dit kan proeven. Ik bedoel, ik zit 6 minuten naar een plastic potje te kijken. Ik snap het niet helemaal. Ik zeg deze een 5. Want als je van de honger doodgaat, hoop je dat deze aanspoelt. De rest mag gewoon voorbij dat onbewoonde eiland. Want dan verkies ik toch de hongerdood. Maar de curry die mag aanspoelen. Is dat ook leuk?